Ik loop dus nu naar Valerie toe. Die ken ik via mijn studie. En ik heb haar eigenlijk alleen nog maar gesproken via WhatsApp. Maar zij zit dus nu ook in Hongkong. Dus we hebben besloten om even te meeten. Ik ben benieuwd. Zij heeft een lunchtentje uitgezocht. En ja, eerste keer lunchen eigenlijk ook echt in Hongkong. Het zit dus ook echt mega verstopt. En het zit op de vierde verdieping. Ik zou dus nooit zeggen dat hier een restaurant zit, dus je moet het echt weten. Nou, we zitten hier bij Subtle Island met Wally. Hallo. En ze kwamen net met 3 man onze order opnemen, want blijkbaar is de service hier zo. Dus ik ben benieuwd hoe het eten eruit gaat zien. Oké, ik moet mijn schoenen uittrekken omdat het een tapijt is. Nou, nu heb ik witte sokken aan, ook helemaal lekker. Ik heb een avocado met gepocheerd eitje en dit vind ik niet lekker. En zij heeft lekker een truffel risotto, maar ik dacht, oké, ontbijt, dat gaan we net iets te ver. Dus bon appetit! Oké, nou, ik heb gezellig met Valerie geluncht. En nu ga ik weer onderweg naar Sylvia, want ik heb eigenlijk niet genoeg geluncht. En het is best wel lekker weer, dus ik wil gewoon eigenlijk even op het terras gaan zitten en tweede lunch pakken. Ik merk trouwens ook echt, ik heb dus nu 2 dagen een klein beetje alcohol op. En ik merk gelijk dat mijn ogen gewoon super puffy zijn. Ik moet heel eerlijk toegeven dat mijn huisgenoot heeft blijkbaar een of andere allergie, waardoor ze dus de hele nacht hoest. En ze was volgens mij ook de hele nacht wakker en van alles aan het doen en met vriendinnen aan het bellen. Dus om heel eerlijk te zijn, ik ben echt gesloopt. Maar dan is het ook alweer goed juist om eventjes te lopen. Dus dit is het volgende restaurantje waar ik naartoe ga. En ik ben benieuwd. Het is er in ieder geval druk, want ze staan zwaar in de rij en ik kom niet zomaar naar binnen. Ik word zometeen, er wordt zometeen een sms'je gestuurd zodra we naar binnen kunnen, dus ik ben benieuwd. Oké, ik ben maar even gaan zitten zodat ik kan wachten op Sil. Maar ik dacht, ik ga het heel even hebben over mijn housing en alles. Want ik moet gewoon nog heel erg wennen aan de... Het is gewoon, ik heb sowieso smetvrees. Dus ik weet al, samenwonen met iemand is gewoon niet heel chill. En daarom woon ik ook alleen in Amsterdam. Maar ik wil het gewoon heel graag proberen nog een keer hier. Dus ik zit eigenlijk nu op dag 3, maar ergens zit ik altijd te denken van... wil ik verhuizen? Wil ik kijken of er een andere kamer is? What's up? Wat ga ik doen? Maar het is goed. Deze situatie is, dat hoort erbij. En we gaan zien hoe het loopt. Wie we hier hebben, daar staat ze hoor! Ziet er leuk uit. En volgens Sil zijn er dus heel veel van zulke tentjes, ja. Maar best wel Scandinavisch. Oké, ik merk dat ik nu wel echt heel erg moe begin te worden. Maar ik ook wel echt heel erg toe ben aan van de basisdingen, zoals handdoeken en dingen zodat ik een beetje mijn kasten kan organiseren. Dus ik ga nu naar de IKEA. Hoe grappig, je hebt een order hier voor als je eten wilt bestellen bij de IKEA. Oké. Een beetje ingericht op Chinese New Year. Hier zien jullie dus ook. Kijk, 1,83. Dat hij maar 1,83 lang is. Omdat hier gewoon in het algemeen kleiner zijn. Hebben ze ook kleinere bedden. En dat heb ik mijn eigen bed ook. Deze bijvoorbeeld ziet er ook heel klein uit.
dit is ook de 1,83. We hebben hier dus ook echt hele andere soort kwaliteit handdoeken dan bij de Nederlandse Hema. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet kopen eigenlijk. Lastig. Ze hebben ook niet zoveel keus. Ik zoek dus washandjes, maar dit zijn hun washandjes. Oké. Wij hebben geurkaarsen, hun hebben geurbloemen. En ook echt een beetje in dezelfde soorten, dus als wij geurkaarsen hebben. Dus ik denk dat dat maar de way to go is hier, hè? En deze nepbloemen zijn ook knijterduur. Dit kleine boeketje, nepbloemen, 13 euro. Oh, ik heb zoveel meer gekocht bij de IKEA dan ik had gedacht. Ik ben uiteindelijk 100 euro kwijt. Optie. Maar ja, ik hoop dat ik nu wel een beetje mijn kamers kan inrichten, zodat het wat persoonlijker wordt. Ik heb uiteindelijk de taxi gepakt van met zo'n mega zware tas lopen van het station terug naar, naar mijn appartement. En dat duurt ongeveer 15 minuten. En nee, er is vandaag heel veel uitgaan gedaan. En dat is niet echt goed, dus ik moet er nu echt op gaan letten. Ik ga straks ook even gelijk naar mijn financiën kijken. Oké, ik ben nu thuis. Thuis, in mijn hoek. Ik wil nog even zeggen, ik heb toch nog even dit gehaald bij Decathlon. Is een massagebal. Ik merk nu al dat ik mega veel spierpijn heb in mijn schouders en trapezium van zware tassen tillen. Dus ik dacht, ja, dit is altijd handig. Oké, ik ga even laten zien wat ik heb gekocht bij de IKEA. En dus ik zeg zo. Een kussen, want ik heb gewoon heel snel heel veel last van mijn oren. Het is heel gek, maar als ik heel lang op één kant slaap, dan krijg ik steek in mijn oren. Ja, gelukkig heeft niet iedereen dat, maar ik wel dus. Helaas. Dus kussen is voor mij gewoon super, super belangrijk. En ik heb hier een kussen, maar ik merkte dat dat toch best wel pijnlijk bleef. Dus ik wilde gewoon even graag een nieuw kussen uitproberen. Een kussenhoes. Spannend. Ik ga het verder even zo doen. Ik heb gewoon een aantal handdoeken en ik heb gewoon de goedkoopste van de goedkoopste gepakt. Ik gewoon niet te veel uit wilde geven. Deze waren ongeveer 39 Hongkong dollar per stuk. Dus dat is denk ik 4,50 euro. Dus ik heb er gewoon een aantal gekocht. En de washandjes. De beruchte washandjes. En een badmatras. Dat vind ik eigenlijk toch ook wel heel fijn. In plaats van een vloer. Altijd handig voor van alles en nog wat. Meestal voor eten. Kan ik je vertellen. En dit zijn kleine lampjes. Alleen ik kwam er dus achter dat er exclusief batterij op stond. Optie. Wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, dat wat dus voor de geur is bedoeld. Met het bolletje, want ja, wat een marketing truc hè. Het werkt wel. Nog een aantal extra kledinghangers. Wat dozen om dingen te herorganiseren. Dus weet je, ik ga nu even lekker aan de slag. Bij het restaurantje Bakehouse heb ik ook nog een hele croissant en double chocolate kip chip cookie mee. Nou, dat was geen succes om het te laten zien. To be continued. Okay, dit is dus een reden waarom ik die bakjes heb gekocht. Het is even een stuk georganiseerd en er past echt een stuk meer in. En ik heb nu iets meer kledinghangers, dus het zit iets meer volgepropt. En ik heb hieronder de handdoeken maar gedaan. En dan ook weer in zo'n bakje de kleine handdoekjes. En ik heb de fake flowers met dit. En dan wil ik zo meteen hier de lampjes leggen. Deze lampjes. Samen met dat. En dit moet nog even opgeborgen worden. En het is een stuk georganiseerd met alle kabels en dingen. Oké, ik heb me even omgekleed, want het is nu een stuk kouder weer. Dus ik hoop dat dit warm genoeg is. Want ik ga heel even naar Five Guys lopen. En dat is niet gezond. Maar ik weet gewoon oprecht even nog niet waar ik wel iets gezonds kan krijgen. En wat takeaway is, niet te duur. Want alles is hier best wel duur. Ik neem jullie mee. Deze dingen die heb ik dus nu al heel vaak gezien. Kan je dus gewoon uit een
automaat halen. Super leuk. Wat vinden jullie van mijn nieuwe dinerplek? Beetje zielig, maar het is niet anders. Goedemorgen! Gisteren heb ik iedereen ontmoet die hier in dit gebouw woont. Of ja, bijna iedereen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het echt super gezellig is. Ze zijn als een kleine soort van familie. En dat vind ik echt mega leuk om te zien. Dus dat gaat het wonen hier echt een stuk leuker maken. Ik kijk ook naar uit wat allemaal gaat komen. Maar goed, er komt nog genoeg content aan, jongens. Dus ik denk, dit is een heel mooi moment om de vlog af te gaan sluiten. En dan zie ik jullie weer volgende keer. En zoals iedereen zegt, don't forget to like and subscribe. See you next time.